Ik ga een gerecht klaarmaken met wilde zeebaars. En ik heb gekozen voor een wilde zeebaars op zijn geheel in de oven. Waarom? Omdat ik eigenlijk een beetje tegen die visfilets ben. Mensen kennen op den duur niet meer hoe dat de vis er eigenlijk uitziet. En er gaan ook veel dingen verloren. En daarom mijn keuze, een zeebaars op zijn geheel in de oven. Uiteraard moet je goed materiaal hebben. Een goede visgaar. Maar dat kun je voor van alles gebruiken. Ik ga beginnen met die mooie vinnen daaraf te knippen. De volgende stap is dat daar schubben op die vis zitten. Voor de bereiding, zoals ik het ga doen in de oven met wat olijfolie, moeten we die daar afkrabben. Je neemt eigenlijk de vis met een handdoek best even bij de staart. En hier heb ik een speciaal mesje om de schubben eraf te doen. Dus je gaat gewoon over het vel totdat je voelt dat die schubbetjes eraf zijn. En oké, die schubbetjes zijn eraf. Nu gaan we dat hier insnijden en de ingewanden eruit halen. Het is heel simpel. Je ziet hier een gaatje. En je gaat met je mes erin en je snijdt gewoon rustig naar boven. En hier blokkeert dat. En hier blokkeert dat ook. Je ziet hier die graad. Dan hebben we genoeg ruimte om die ingewanden eruit te halen. Je gaat gewoon met je vingertjes in die vis. Je zet je twee binnenvingers daarin. En je gaat gewoon naar achter en je haalt die ingewandjes eruit. Dat is soms een beetje glibberig. En dan gaan we dat oplossen. Dan pak je een stukje papier. Gewoon een stukje keukenrol. Je gaat ermee in. En dat gaat u toch wel wat comfort geven. Omdat dat beter dan nou vast is. Dat is misschien even zo iets moeilijker. Maar als je dat één keer gedaan hebt, dan is dat oké. Daar is dat niks vies aan. Dat heeft in proper water gezwommen. Dat heeft ongelooflijke lekker dingen gegeten. Daar is dus echt niks vies aan. Voilà, dat is klaar. En nu gaan we die onder de kraan proper spoelen. Ja, je ziet van binnen zo even met je vinger daar goed over wrijven totdat alles eruit is. Want moesten daar dingen in blijven, dat zou bij de bereiding misschien toch wel een speciale smaak kunnen geven. En dat moeten we toch vermijden. Voilà, een proper gewassen zeebaars. Ik heb al verteld, ik ga hem in de oven klaarmaken, heel naturel. En wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb hier alles al een beetje klaargezet. Ik heb hier wat laurier, ik heb wat peterselie, verse tijm, wat basilic, een echalotje, wat citroen. Een olijfolie, een goede olijfolie. De vis is netjes gewassen, proper en klaar om in de oven gegaard te worden. Hoe ga ik dat doen? Ik ga de buikholte opvullen met kruiden. En dan uiteraard wat peper en zout, als het kan ook. Wat goede zeezout, dat is toch altijd een pluspunt. Als die klaar is, wat gaan we erbij eten? Ik heb nu wat verse spinazie, die we gewoon warm klaarmaken. Ik ga beginnen wat peterselie. Dat gaat dus voor in de buik, dus dat moeten geen schoon pluksels of dat moet niet gekapt worden. Dat is gewoon stukken peterselie. We moeten het wel wassen, want er kan wel zand in zitten. We gaan er nog bij pakken. Twee bladjes laurier. Ik heb wat verse basiliek. Nog een beetje verse tijm nodig. Dat is al de verse tijm. Mijn voorkeur gaat bij deze gerecht ook naar een echalotje, omdat ik toch nog altijd iets dieper van smaak vind als een uitje. Een teentje look. Look is deze gerecht echt voor de aroma. Nee, het is niet voor op te eten. Een stuk of twee teentjes, ik denk dat dat wel voldoende zal zijn. De kruiden voor in de zeebaars ga ik hier op mijn plank doen. Waarom? Ik kan moeilijk de visje vasthouden en draaien met de pepermolen. Dus vandaar, een klein beetje opzij, op de plank, wat peper. Het zeezout. Voilà. En dan heb ik dat gewoon in mijn vingertjes en dan ga ik dat er gewoon daar
instrooien en dat verdelen. En nu gaan we die buikholte mooi opvullen met al deze ingrediëntjes. Dus ik begin er met wat peterselie in te steken, een beetje verse basiliek. Ik ga hier een bladje laurier. Ik steek er wat ajuin in. Ik steek er wat look in. Je foefelt dat er eigenlijk maar in. Dus eigenlijk daar waar de ingewanden zitten, zitten nu de kruiden. Er moet er nog één ding aan toegevoegd worden. En dat is de citroen. De citroen en die olijfolie, dat gaat ook zo die klein beetje die zuurtegraad op punt zetten. En dan ga ik die in ringetjes snijden. Gewoon ook in grote stukken. Voilà, dus gewoon. En die ga ik er dan mee tussen steken. Voilà, en nu is onze vis klaar. Eigenlijk om in de oven te gaan. Een goede ovenschotel. Ik ga die even op het vuur zetten. Het is even de bedoeling van die een beetje voor te verwarmen. Niet te gierig zijn, want ook die olijfolie die gaat ook dienst doen als saus uiteindelijk. Dus dan mag je overvloedig olijfolie in de pan. Dan gaan we deze zorgvuldig in zijn bedje leggen. Dan ga ik hem zelf ook nog eens overgieten met olijfolie. Voorverwarmde oven op 170 graden. En dan ga ik die 15 minuutjes insteken. Zo, we gaan de spinazie maken. De spinazie moet een beetje gekuist worden. Die harde stengeltjes, die moeten eruit. Een heel eenvoudige bereiding. Een stukje boter. Voilà, die boter is net gesmolten. Nu gaan we er onze verse spinazie bij doen. Ik ga er ook wat kruiden, peper en zout. En nu ga ik een klein geheimpje vertellen. Dat is super lekker. Een proper gemaakt teentje look. Ik steek dat op mijn vork en nu ga ik gewoon rustig roeren door de spinazie met dat stukje look. En dat gaat zo een klein toegevoegde waarde geven aan die spinazie. Je ruikt dat ook, dat is fantastisch. Voilà, onze spinazie is klaar. Een beetje verse spinazie erbij. Als je de oven open doet, die aroma's die eruit komen, dat alleen vind ik al fantastisch. Onze zeebaars is klaar. Ik ga die voorzichtig uit die schotel halen. Ik ga mijn kruiden nu er allemaal terug uithalen. Ik ga die terug eventjes in mijn pannetje leggen, want die olijfolie ga ik zelfs gebruiken als saus. En nu moeten we deze terug proper maken. Dat zijn de dingen die vroeger jaren eigenlijk aan tafel in het restaurant gebeurden. Eigenlijk was dat ook wel zo een beetje een show. Ik mis dat soms nu wel wat. Nu worden al die dingen in de keuken afgewerkt. Maar vroeger ging dat uit de keuken zo de zaal binnen. En de kelners die fileerden dat op een zeer elegante manier. Waarschijnlijk veel eleganter dan ik het nu ga doen. Maar ik ga toch mijn best doen. Op die rug gaan we ook dat velletje losmaken. En dan gaan we heel voorzichtig dat velletje eraf halen. Voilà. Die vis die gaat mooi van de graad. En dit, dat is tot op de graad. Daar zitten nog ongelooflijke lekkere dingen in. Zoals die
kaken. Ik ga ze er hier uithalen. Je kunt dat zien. Dat zijn ongelooflijke lekker dingen. In veel gevallen houden de koks dat voor zich. En ik ga dat ook nu doen. Dat is gewoon lekker. Er zijn zelfs mensen die zot zijn op het hoog van de zeebaars. In bepaalde landen, zoals in Japan, wordt dat gegeten. En ik vind, als zij dat kunnen, moet ik dat ook kunnen. Oké, dat is een beetje kraakbeen, maar dat heeft wel goede smaak. Zo'n mooi filetje opleggen. En nu gaan we al die dingetjes mooi in een potje passeren. Zodat de olijfolie en de jus van de vis daar rustig kan in uitdruppen. En dan ga ik dat gewoon mooi een paar lepeltjes olijfolie opgieten.